Hi friends. Wij organiseren met een groep ondernemers een heel boeiende webinar op juli de 13e. Juli de 13e 2020. En om 8 uur 's avonds. Het duurt maar 1 uur en ik dacht ik ga je daarvoor uitnodigen. Ik denk dat je het heel erg leuk zal vinden. Het gaat over voeding en gezondheid. En met name 3 experts, 3 deskundigen zullen je meer vertellen over 1. De gezonde darmfunctie en immune system. En nummer 2. Anti-aging theory. In andere woorden, de ouderdomsverschijnselen en de ideeën die erom zijn. En dan ten derde, gezonde voeding en suppletie. En als je werkelijk geïnteresseerd bent, laat me weten, want ik wil je graag die link sturen. Het is zo belangrijk. Met de nieuwe normal is ook de nieuwe gezondheid. En deze experts willen graag met je sharen en laten weten wat wij kunnen doen. Ik kan je 1 ding vertellen. I just turned 70 and I have more energy, feel better and pain. I wake up without pain for a change. I sleep like there's no tomorrow. I want you to feel the best you can be. To be living healthy in an imperfect world. That is awesome. Online Nutrigenomica en de kracht van biohacking webinar. Carola Boersma is part of the team Life Team Europe. En zij is een visual storyteller. Ton is een fysiotherapeut, een podoloog en een voedingsadviseur. Hij heeft een sportschool gehad en van daaruit veel mensen geholpen met voedingsadvies. Inmiddels heeft hij 24 jaar ervaring met voeding en gezondheid en is hij nog altijd zeer gepassioneerd in het begeleiden van mensen. De laatste 2,5 jaar is hij gewoon gaan verdiepen in nutrigenomica en de kracht van biohacking. Maar hij zal eerder behandelen om ziektes te voorkomen door voeding en suppletie. Preventief werken, ziektes voorkomen. Door voeding is al decennia bekend en dus niet meer voor de toekomst. De kennis over gezonde voeding is steeds gemakkelijker te vinden en toe te passen. Bovendien, de dokter is uiteindelijk ook de consument en positief bezig met zijn of haar gezondheid. In hoeverre het medische systeem erop is ingericht of ingericht gaat worden, dat preventief en voedinggericht kan worden gewerkt in een ander, is een ander vraagstuk. De dokter van de toekomst en de dokter van het nu zullen voor een groot deel afhankelijk zijn van dit systeem